Guido, Dennisje en Jan met Roddelpraat. Wij willen een front vormen voor jou. Want er is een aanval op jou gaande met Yvonne en zo. Allemaal onzin, hè, fotoshoots en zo. Zeg, zouden wij met de kinderen van Jan een keer een leuke fotoshoot kunnen maken? En lossen we alles op, toch Jan? Ik maak je kapot. Yes! Ja. Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we weer. Ja! Je weet nog niet of mensen kijken in de avond. Nee, maar dat neem ik dan maar. Of, ja, maar dat vind ik raar. Of buongiorno, dat betekent hallo in de morgen op het Italiaans. Nou, dus dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen, maar ik vind het meer een avondprogramma. Prima. Ja. Jan, hoe kijk je terug op vorige week? Nicole Kramer zouden we nu in Thailand, want ze schijnt ineens zwaar aan het afkicken te zijn. Huh? Ja, want ze gebruikte geen drugs, maar nu is ze in Thailand aan het afkicken. Ze is in Thailand aan het afkicken? Ja, dat staat er overal. Maar ze heeft toch bij hoge laag beweerd dat ze nog geen drugs gebruikt? Ja, nou ja, dat ja. Dat is raar. Ja. Maar waar ze wel van af kan kicken is waarschijnlijk seksverslaafd. Ik denk dat zij seksverslaafd is. Waarom? Nou, ik heb er toch over nagedacht. Die fotoshoot, waarvan wij de filmpjes natuurlijk uit gaan zenden. Tenminste, op gaan sturen naar onze donateurs. Ze trok zo makkelijk de onderbroek van de kont af waar we na zaten. Ze keek een beetje geilig de hele tijd. Voor mij is ze een infomane. Dat denk ik. En dat staat nog los van de berichtgeving die ik weer de hele week heb ontvangen. Want ze wil mij nog steeds, ze wil mij zien, ze wil afspreken. Ik kon overkomen naar Thailand. Nou, toen dacht ik, dat is natuurlijk leuk om te doen, maar daar kom ik jou ook niet aan doen. Nee, dat zou ik heel veel vinden. Dus ik heb het gezien, maar die vrouw blijft bloedserieus berichten. Ja, en over die naaktshoot met Nicole Kremers, die videoreportage daarvan, die krijgt u opgestuurd. Er waren veel mensen boos, want die zouden ze direct krijgen. Nee, dat kan nog niet direct. Eerst moeten die foto's allemaal op die platform van Nicole. Dan krijgen jullie ze. En dat is dus voor de donateurs. En dat is de eerste week van augustus, toch? Ja. Want dan zijn we op vakantie. Ja, dat is ook nieuw. Wij zijn de eerste twee weken. Nee, de 3e augustus is toch onze laatste? Nee. Nee? Ja, de 2e augustus is onze laatste. Is onze laatste. En dan daarna... Dan twee weken daarna... alle donateurs... Nee, één week daarna. Eén week daarna. Krijgen dus alle donateurs... Die seksreportage. Steun ons nog niet. Ga naar roddelpraat.backme.org. Dan krijg je namelijk ook die prachtige blote billen reportage van ons in je doosje. Steun ons sowieso dat we dit prachtige programma kunnen maken. Ja, anders kunnen we na de vakantie niet door. Iedere week een prachtige extra uitzending wat we hier niet kunnen uitzenden met alle strenge regeltjes van het platform waar we op zitten. En we hebben weer speciale content gemaakt. Onder meer met Nicole, die belachelijke reportage. Als wij op vakantie zijn, krijgt u gewoon nog wat te zien. Ja, zo is het ook weer. En dan gaan we dus even terug naar die uitzending van vorige week. Want wij waren te laat. Want Peter Gillis zette direct vlak voor de uitzending een statement op Instagram, Jan. Het was ongelooflijk. Wij wilden natuurlijk gewoon om 6 uur online staan, zoals elke week. Dat kon niet, want er werden stokjes in onze spaken gestoken. En door wie? En door wat? Nou, door die gehaktballenpootjes. Peter Gillis die plaatste in eerste instantie een mail van jou naar hem op zijn Instagram. Wat een beetje een rare mail was eigenlijk. Want je zegt, beste Peter, Nicole komt bij ons te gast. Maar we hebben liever jou. Dan trappen we dat wijf de hoek van de kamer in. En dan kan jij je gelijk komen halen. Dit soort mails stuurt Dennis uit zichzelf. Dennis noemt zichzelf ook het directeurtje. Die bepaalt altijd alles zelf. En achteraf denk ik altijd, had je beter niet kunnen doen. Is wel zo. Hoe kun je nou in godsnaam zeggen van, ja, als jij komt, dan trappen we Nicole aan de kant. Ja, dat leest Nicole nu ook. Dit was 3 juli, toen was Nicole nog niet eens binnen. Oh. Dus ik speelde bluffpoker. Bluffpoker? Bluffpoker. Oh, ik denk, die gehaktbal die wil absoluut niet dat zij hier komt. Dan komt hij. Nee, maar hij kwam dus niet. Hij reageerde niet. Hij zette dus op Instagram, dus jouw mail. En daar zet hij dus de tekst bij. Ik heb ervoor gekozen niet in te gaan op de uitnodiging samen te zaakjes uit en dan te lachen. Ieder ander die daar wel voor kiest, oftewel dus Nicoleke, heeft een eigen verantwoordelijkheid, niet alleen in juridisch opzicht. Dus hij dreigt alweer met een juridische strijd naar aanleiding van het bezoek van Nicoleke bij ons in de studio. Dit gezegd te hebben, aanschouw de stijloze handelswijze van dit kanaal. Petertje, dikke Peter, ongelooflijke vetbult, luister eventjes naar mij. Je hebt helemaal gelijk. Er is weinig stijl hier.
Het is een beetje grof. Het is een beetje vervelend. We maken rare opmerkingen. We maken grapjes over iedereen. Je kan het noemen wat je wil. Elke vorm van fobie komt hier misschien wel een keer langs. Het enige verschil is alleen dat wij geen wijven in elkaar staan te timmeren. En we persen niemand af. En wij zetten geen taser op iemand zijn kloten. Ontvoering ook nog niet gedaan. Dat doen we dan weer allemaal net niet. En overigens krijgen we ook niet al de dwangbevelen. Of moeten we parken sluiten of huizen slopen omdat we dat zonder vergunning hebben gedaan. Laten we zo zeggen, we zijn inderdaad een beetje stijlloos. We zijn alleen niet crimineel. Zoals jij, ongelooflijke speklap. Sodemiet en aantal. Ja, dat godverdomme, dit soort randfiguren altijd al gaan roepen dat wij stijlloos zijn. Alsof Peter Gillis een groter moreel kompas heeft dan wij. Krijgen nou over de tering. Ja, en de types erbij. Peter was ontzettend druk ermee bij YouTube om de uitzending voor de tijd al tegen te houden. Nadat hij online stond, heeft hij alles gedaan om hem offline te krijgen. Nou, hetgeen vooralsnog niet is gelukt. En het mooie is, Peter heeft het over juridische gevolgen voor Nicole. En Evan Scoobel. Jezus, we zijn pas net begonnen. En dan heb je de eerste al. En dan komt die. 1, 2, 3, 4, 5. Herken je het liedje? Nee. Nee? Nee. Welk lied was dit? Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook niet meer, maar het is... Ik weet het ook niet. Barbra Streisand, was het dat? Wie? Barbra Streisand? Ja, dat was het volgens mij. Barbra Streisand? Ja. Zet die de baas onder dat stukje, terwijl je de lieder... Nee, dat heeft niks met Barbra Streisand te maken. Jawel. Barbra Streisand heeft er niks mee te maken, dat is een nieuw liedje. Wat doet het toch helemaal niet toe? Barbra Streisand. Dat is Barbra Streisand niet. Ja, weet je wel wat Barbra Streisand is? Ga je mij nu vragen wat Barbra Streisand is? Hoe gaat Barbra Streisand dan? Oh, je denkt dat Barbra Streisand één nummer heeft gemaakt? Nee, wat is dat lied? Die heeft een heel repertoire. Wat is dat lied? Oeh. Nee. Dat is namelijk een soort... Barbra Streisand. Ja, zo gaat dat lied. Weet je wel welk lied ik bedoel, Klooszak? Ja, maar dat is niet van Barbra Streisand. Dat is een DJ. Ja, maar dat wordt wel gezegd. Oh, wacht even. Iemand doet en dan zegt hij Barbra Streisand. Dat is dat nummer wat jij bedoelt. Barbra Streisand. Die zijn we gewoon onder. Oh ja, dus als iemand zingt van I Can Dance Like Mick Jagger, dan denk je dat het liedje van Mick Jagger is. Ja. Jongen, wat een niveau zeg is dit. Barbra Streisand is bijvoorbeeld een prachtige duet met Neil Diamond. You don't bring me flowers anymore. Prachtig. En ook bekend van het nummer, breng die bloemen naar Sandra. Breng die rozen naar Sandra. En dat was van Ronnie Tober. Maar waarom moet ik hier toch altijd alles vertellen? Waarom ben ik toch de man van de feitelijke informatie? Maar ik heb hier de scoop. Ja, die heb jij niet. Peter heeft het over juridische gevolgen voor Nicole. En vooralsnog zit Peter vooral zelf opgeschreven met veel ellendige juridische gevolgen. Maar hij begint nu zelf ook een rechtszaak tegen Nicole. Omdat Nicole laster en smaad zou hebben gepleegd tegen Peter Gillis. Trekt Peter haar door middel van een bodemprocedure voor de rechter is aangekondigd. Hij wil geld van Nicole Kremers. Omdat zij hier van alles over hem heeft verteld. Ja, dus naar aanleiding van het bezoek van Nicole Kremer aan de Rollersplaat Studios. Wordt zij nu gepakt door Dikke Peter. Lijkt mij redelijk kansloos. Over gekke feestjes gesproken. Komende vrijdag. Ja, ik heb nog steeds niet iedereen vragen mij. Komt Jan? Ja, want vrijdag is het moment daar, lieve mensen. Mijn verjaardagsfeest. Ja. Dat was vorig jaar een groot spektakel. Dat was het zeker. Ja. Vorig jaar had jouw verjaardag vrijwel alles. Een klein knokpartijtje. Met een jongeman. Liefdesverdriet. Een voormalige verloofde. Toen vlogen de ringen over straat. Jouw vader die mij licht mishandelde, dan wel uitschold, CQ bedreigde. Mijn vriendin die de hele tijd met jouw snuivende broeder het toilet bezocht. Wat ik raar vond. Ook gebeurd. Wat hebben we dan nu meer gehad, joh? Ja, we hebben van alles meegemaakt. Het was een... uiteindelijk moest ik wel alles zelf afrekenen. Dat kan ik me wel nog herinneren. Ja. Iedere keer dat gelul over dat geld. Voor mij was de perfecte invulling. Ja, dat begrijp ik, ja. Maar goed, nu woon ik weer in Enschede. En zal het ook plaatsvinden in mijn huis. Leuk. En dat wordt een goed spektakel. Maar heb ik jouw aanwezigheid nou? Dat is nog niet helemaal zeker. Ja, maar hangt dat toch iedere keer vanaf? Ja, iedereen vraagt, komt Jan? En de een uit enthousiasme, de andere omdat, dan kom ik niet.
Zoals wie? Ja, die heb je dan ook. Nou, die is hallo. Cool. Nee, hallo. Jan! Nee, maar jij maakt het onmogelijk. Jij maakt het onmogelijk om zo te komen, hè? Ja. Ja, nee, maar, ja. Maar wie komt dan niet als ik kom? Nou, mijn vader heeft daar moeite mee. Diegene die hij nu initieert. En ook mijn tante die zegt, oh, verschrikkelijk en zo, weet je. Allemaal mensen die worden daar wat angstig van. Ja, nou, weet je wat we doen? Dan kom ik een ander. Nee, maar het is wel gebruikelijk. We zitten ook tegen elkaar. Ja, ik ga niet met die hele schurftfamilie in. Er komen ook andere mensen. Er komen ook mensen die je kent en leuk vindt. En andersom. Die hoeft jij niet allemaal met elkaar te praten. Er wordt bij deze gewoon op jouw aanwezigheid gerekend. En ook OJ komt. Ja, die komt ook. En het thema is, hou daar rekening mee, Tropical Ghana. Nou, en daar geef ik verder niks weg. Maar dan moet je zelf maar denken hoe je dat invult. Tropisch Ghana? Ja. Wij moeten als een Ghanese komen? Ja, gekleed. Maar wat... Oh! Heeft een Afrikaans thema omdat je weer geen hapjes heeft. Het is weer schraal. Thema Afrika heb je ook niet tevreden. Hier ook niet. Nee. Is dat het? En ook geen drinken. Ja. Nee. En als je naar buiten loopt, ben je je geld in je sieraden kwijt. Nee. Het is breed en mooi aangekleed. Ja, ook mooi. En ik neem jouw aanwezigheid. En DJ Jos komt die draaien? Ja. Ach, leuk. DJ Jos komt, daar komt ook een artiest. Echt? Ja. Een bekende? Nee, die hou ik nog geheim. Oh. Die hou ik nog geheim. Goed zo, dan hebben we dat afgekaart. En dan gaan we naar nog meer juridische problematiek. Want Jan, wat hebben wij veel rechtszaken gehad? Ja. Wij hebben rechtszaken gehad tegen John de Mol. Wij hebben rechtszaken gehad tegen Famke Louise. Nou, eigenlijk allemaal zij tegen ons. Wij hebben rechtszaken gehad tegen de televizier. Jij bent vorige keer verhoord in een of andere moeilijke rechtszaak. Ik heb binnenkort een rechtszaak met bepaalde mensen uit bepaalde families die bepaalde klappen uitdelen in bepaalde horecagelegenheden. Het is de ene na de andere rechtszaak. Wij zien de rechtsbank vaker binnen dan Willem Holleder, denk ik. Ja. Maar ja, goed, die heeft het ook aan zijn hartje. En de volgende is nu alweer in zicht. Koekoek, ja, gaan we weer. Ja. Wij kregen deze week een mail van Ali Al-Jafar. Ja, Ali Al-Jafar. En dan denk je, dat is verzonnen. Dat is een stripfiguur. Ali Al-Jafar, dat is een getekende man met een zo'n... Hoe heet dat, zo'n ding? Zo'n tulband om zijn hoofd. Ja. Die dan... doet. Maar niets is minder waar. Hij bestaat. Ali Al-Jafar, die bestaat. Ali Al-Jafar is een mens. En hij heeft een advocaat in de hand genomen. Nee, Ali Al-Jafar is de advocaat. Huh, wie heeft hij dan... Rewan Hussein. Ali Al-Jafar is de advocaat. Van Rewan. Ja, die mensen zijn toch allemaal hetzelfde. Ik kan het toch niet helemaal uit elkaar halen. Ja, nee, en normaal hebben we wel eens vaker berichten of mailtjes van mensen met de naam Ali Al-Jafar. Maar dan is het vaak een korte, duidelijke boodschap. Meestal wordt dan uitgelegd hoe ik mijn dood ga vinden. Ja. Dit is Ali Al-Jafar. Echt? Ja. Wat een lelijke vent, zeg. Ja. Enfin, de brief die naar ons werd gestuurd gaat als volgt. Geachte heer, mevrouw. Nou, dat is wel heel raar. Want ze stuurt naar ons. Tot mij wende zich meneer R. Hussein. Hierna cliënt. Nou ja, wonende te Groningen. Maar ik wil beginnen dat de heer heet R. Hussein. Dus niet S. Hussein. Nee. Van Saddam. Ja. Dus hoogstwaarschijnlijk heeft hij ook bloed in zijn handen. Maar niet zoveel als Saddam. Nee. Dat is een verre oom. Het kan familie zijn. Mogelijk. Met het verzoek zijn juridische belangen te behartigen. Gerezen in de kwestie ten aanzien van inbreuk op zijn portretrecht. Ik moet altijd lachen, portretrecht. Ha, hi. Want tegenwoordig, iedereen met zijn smoel staat op social media. Iedereen laat zich overfilmen, fotograferen. En op een gegeven moment beginnen ze te piepen over portretrecht. Enfin. Cliënt trof tot zijn verbazing na vele berichten van familie en vrienden foto's en beelden van zichzelf aan op uw platform. Wat later bleek met bekende Nederlander. Hallo, daar is ze weer. Nico Kremers in een café in Groningen. Onder de titel Nico Kremer zoenend met haar nieuwe vriend betrapt in Groningen. Hier de foto. Kijk, daar heb je dus de foto. Het betreft de foto waarop mijn cliënt zoenend staat geposeerd met Nico Kremers. Hoe heet hij ook alweer? Ali Al-Frapami? Ali Al-Akhtabi? Meneer Al-Jafari. Hoe heet hij? Jafar. Al-Jafar. Wat u nu zegt is een... Ik zou het volgende keer, als u voor uw cliënt opkomt voor portretrecht, zou ik niet het woord geposeerd gebruiken. Snapt u wat ik bedoel? Want nu... U zegt nu dat hij heeft geposeerd voor een foto. Ja. Dat is een beetje lastig om daarna toch te zeuren over portretrecht. Namens mijn cliënt verzoek ik uw toekomstige schade te beperken door het publiceren van de foto's en beelden te staken en deze van uw platform te verwijderen.
Mooie lange zin, Ali, of Verbakkie. Goed gedaan. Ik stel hierbij aansprakelijk voor de schade van cliënt. Het schadebedrag wordt voorlopig op 1200 euro geschat. Dat kan echter nog veranderen. Als het bedrag wijzigt, zal ik u dat zo spoedig laten weten. Nou, dat bedrag zal waarschijnlijk wijzigen. Want kijk eens wie we hier hebben. Je zal niet geloven, maar meneer Hoesijn. Meneer Hoesijn. Meneer Hoesijn wil liever... Kijk, weer heb je hem weer. Ja. Heb je weer. Meneer Hoesijn wil liever niet de beet. Meneer R. Hoesijn. Wat staat die R eigenlijk voor? Rukker? Rewan. Wat vind je daar nou van? Kijk, daar heb je hem weer. Ja. Rewan Hoesijn, hartstikke leuk. Enfin, 1200 euro. Als wij nog één keer... tot nu toe 1200 euro. Maar op dit moment waarschijnlijk. Zitten we al denk ik op de 4800. Ai, 6000. Want kijk eens wie we daar hebben. Rwannetje. Hoe zijn? Hallo. Dit kan echter nog veranderen. Ja, dat hebben we al gehoord. Ik verzoek u binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief bovengestaande foto's, beelden te verwijderen. Welke foto's, Dennis? Deze foto's. Deze foto's. daarnaast verzoek ik u dringend tot overmaking van het voorgenoemd bedrag. Namelijk die 1200 euro voor, ja, voor het publiceren van deze foto van meneer Hoesijn. Nou ja, het einde van die mail staat nog, dat ziet u hier ook op de foto's, de echte mail. Dat hij dan ook dreigt met een rechtszaak. Ja. Ja. Als dit niet wordt opgemaakt, die 1200 euro, ja. Wat oploopt, dan komt er een bodemprocedure. Ja, en wie bestart die bodemprocedure, dat wil je niet geloven. Maar dat is deze meneer, en dat is meneer R. Hoesijn. Ja. Die start de bodemprocedure, want die wil namelijk niet meer met... deze foto in de media komen. Meneer Hoesijn is het zat. Die zegt, deze foto wil ik nooit meer zien. Anders gaan jullie betalen. Alles trek je vastgelegd. Want ik accepteer niet meer dat deze foto online komt staan. Nou, meneer Hoesijn. We hebben erover nagedacht. En? Wij denken dat deze foto... waar u bestaat de tongen met Nico Kramer... daar heeft u wel geen portretrecht over. Oh. Ja, u bent gezoend. U bent zoenend gefotografeerd. Dat heeft op een andere website gestaan. En wij hebben dat overgenomen van die andere website. Dus deze foto, nogmaals, die kunt u helemaal niet aan ons linken. En toen heb ik naar Nicole gezegd. Ik zeg, Nicole, we krijgen nou, die man van 1200 euro. Welke man? Is dat deze man toevallig? Meneer Hoesijn. Meneer Hoesijn. Ja, familie van, wat zeg jij? Het zou zomaar een verre neef van Saddam kunnen zijn. En over Saddam, normaal zeg je over de doden niets dan goeds. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, Saddam Hussein heeft er een klein beetje een potje van gemaakt. Die heeft een smetje op zijn naam. Die heeft er gewoon een potje van. We hebben het niet over Saddam Hussein, we hebben het over deze meneer. R. Hoesijn. R. Hoesijn. Rwan. Nou ja, goed. En die wil dat dus. En misschien nu wel interessant, want er wordt ook gezegd... meneer R. Hoesijn heeft een ontzettend goede naam. Ja. En die is natuurlijk met een achterstand op aarde gebracht... want die achternaam helpt niet mee. Nee. Maar die heeft desondanks wel een hele goede naam. Nou, wie is meneer Hoesijn verder? Hier beelden van meneer Hoesijn op TikTok. Oh. 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 Hoppa. Oeh. Ja. Oh, deed hij nou zo? Dat was schieten. Ja, ik zag het er niet helemaal. Hé, godverdikke, hebben we weer een criminele allochtoon nu tegen ons? Ach, dat loopt altijd zo vervelend af. Dan moeten we weer onderduiken en alles. Dat zou Zullen we dit nou doorzetten? Dit wordt een gedoetje. Ja. Want we willen meneer... hierachter, meneer Hoesijn, niet tegen ons opstoken. Maar we willen wel zijn advocaat en hem vertellen... Meneer Jafar, ook te zien. Ja, dat wij... Ja, wij hebben dat portretrecht niet geschonden. Er is een foto gemaakt van deze meneer Hoesijn... tongend met deze Nicoleke Kramer. Dat is geplaatst op een andere site. En wij hebben van die site, we hebben dat dus overgenomen. Dus... Ja, we hebben persvrijheid. Ja, en dan wordt er gezegd, ja, meneer, die had gezoend en die wou het eigenlijk niet, bla bla, wordt verkeerd beeld gerept. Ik heb Nicole bericht. Ja. En toen zei ik tegen Nicole, ik zeg, Nicole, hoe zit dat? Ja, ik was in Groningen, heel kort in dat café, ik was gezoend, maar ik was heel erg dronken. Toen wou ik naar huis, maar hij wou met me mee, want hij wou seks met mij. Oh, godverdikke. Meneer Hoesijn, meneer Hoesijn. Ja, is meneer Hoesijn eigenlijk wel vrijgezel? Ja. Misschien is dat het probleem, ja. Ik weet het niet. Nee. Meneer Hoesijn, hierachter te zien. Ja, mevrouw Hoesijn, wat zeg je ervan? Ja, dat is wel grappig, ze lijken op elkaar. Maar waarschijnlijk vaak in die hoek worden vrouwen van het internet afgesloten. Dus ik denk niet dat ze dat heeft gezien. Oh, dat is het probleem niet. Nee. Maar ze gebruiken in ieder geval dezelfde tondeus, denk ik. Maar doet er niet toe. In ieder geval, meneer Hoesijn, die 1200 euro kunt u op uw buik schrijven.
Ja, ja, met, mooi gezegd. Ja, ja, ja. En rechtszaak. Is dit de eerste die we nou met vertrouwen ook tegemoet zien? Ja, nou, ik denk dat hier geen rechtszaak van komt. Omdat, ja, als we dit dus opsturen. Ik denk dat zelfs, hoe heet die debiel van de laatste zaak? Arie Brink? Dat zelfs Arie Brink deze zaak wint. Ja, die zegt dan, ja, vraag maar even van de jongens. Ja. En dan zeggen wij, ja, maar het stond al bij Reality FBI. En dan zegt de rechter, oh ja, pff, laat maar zitten. Nee, dit wordt geen zaak. Nee. Maar wel leuk geprobeerd toch die 1200 piekjes uit onze zak te tikken. Het gaat alleen niet gebeuren. En als je met die bodemprocedure komt, meneer Eva, doe het dan snel. Want vrijdag zien we onze advocaat op mijn verjaardag. Ja, dat is ook wel weer makkelijk. Dat is toch geen advocaat? Nee, ja. Hallo, wil je nou met iedereen ruzie maken die vrijdag komt? Jong Pieters. Ja. Had jij nou deze week meegedaan aan een podcast? Ja. Ja? Ja, ik zag het. Leuk. Nou ja, dat had je niet overlegd. Met wie? Ja, de podcast was met Bakkie met Bergsma. Maar je kon toch op zijn minst een berichtje sturen van Dennis, ik ga... Je denkt dat ik op enig moment in mijn leven verantwoording bij jou ga afleggen voor iets? Nee, maar ja. Nee, ik denk het ook niet. Nou, nee. Ik zal je vertellen... Ja. Ik vind het schattig dat het in je hoofd opkomt. Ja. Maar ik zou het heel snel verwijderen. Wat? Dat het in je hoofd opkomt. Maar even overleggen. Ik hoef met jou helemaal niks te overleggen. Nou, ja, ik kan het toch even mededelen? Nee. Ja, ah, gaat je helemaal geen reet aan wat ik doe. Maar hoe beviel het? Heerlijk. Vertel eens. Ja. Ja, pak je mijn best maar. Vertel ja, was leuk. Ja. Ja, ja, gewoon, ik vulde niet meer. Gewoon, ze stelde vragen en ik gaf heel lange antwoorden. Ja. Maar wie is Bergsma? Dat is een vrouw die ik al heel lang ken. Ja, bekend van? Die is niet zo bekend. Ja, van Bakkie met Bergsma. Oh, dat is wat ze doet. Ja. Ja. Maar wat zie je nou raar te doen? Nee, niks. Jij vertelt godverdomme voor honderdste keer dat het stomme verhaal over die stomme moeder van Jan de Libelle. Nee, dat is wat. Bel je mij daarover trouwens? Hoe heet ze? Bergsma. Voornaam. Oh, jij weet niet eens hoe die vrouw heet met wie jij daar zat. Dus jij zat met iemand in de podcast, dat die duurde een uur, dacht ik zo. Terwijl jij geen seconde wist hoe die vrouw met de voornaam heet. Nou, ik weet wel, god. Oh, dat is toch verschrikkelijk. Kijk, en daarom overleg dat soort dingen met mij. Ik overleg met jou helemaal niks. Dan bereid ik jou voor. Oh. Sietske. Sietske, ja. Kijk, ja, zelfs moet ik even opzoeken. OJ, die kent haar. Want die, ja, die kijkt naar al mevrouw Bergsma's en haar vlogs. Maar ik hoef met jou niks overleggen, nee, maar daar had ik jou kunnen voorbereiden. Van, hoe heet die vrouw? Hoe kan jij mij nou voorbereiden? Maar is er een moment geweest in dat hele uur... Hè, want dat zei ze, ja, Jan dit. En dat jij op een gegeven moment wou zeggen, Sietske. Maar dat je denkt, oh shit, ik weet de voornaam niet. Dus ik werk er even mee in. Dat is gebeurd, ja. Ja. Ik kwam er niet op. Nee, pijnlijk, hè? Nee. Dan gaan we door. We gaan naar Guido Weijers. Och. Ja. Guido. Dirty Guido. Guido. Yvonne is met een groot onderzoek bezig betreffende Guido en jonge kinderen. Ja. Nou. Jonge kinderen? Kijk, Guido Weijers, die staat natuurlijk bekend, nou niet om zijn grappen. Maar Guido Weijers staat bekend als een veelvraat van het vrouwelijk schoon. Ik ken persoonlijk meerdere vrouwen die door hem zijn benaderd. Ja, ik ken ook nog al vier keer verteld. Nou en? Ja, nooit. Ja, dat doet nog. Ik ken ook. Jij vertelt godverdomme altijd over je moeder. Nee, ja, nee. Ja. Ik ken ook vrouwen die uiteindelijk daar zijn op ingegaan. Maar jonge kinderen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Eigenlijk zouden wij. Nee, laten we dat maar niet doen. Ik wou een steekproef doen. Dan wou ik familie van jou betrekken. Maar ik denk de kans dat jij daarop geïnteresseerd bent is klein. Ja. Yvonne is daarmee bezig. Ooit was er een tijd dat wij heel goed waren met Guido Weijers. Toen moest ik naar een concert van hem komen. Daar ben ik met mijn voormalige schoolmoeder in gegaan in het theater. Die van de moeder van? Ja. Van wie? Van Romeetje. Van Romeetje? Ja. En jij greep die moeder tijdens het optreden bij haar? Die komt ook op mijn verjaardag. Je kan kiezen tussen spleetje en sneetje. Spleetje. Hou toch op, man. Maar goed, en toen zijn we nog in de VIP geweest met Guido. Ho, echt? Ja. Een meet and greet? Ja, meet and greet. Jezus. En toen zei hij dat hij kwam. Maar hij kwam niet, want Guido was ineens ziek. Ja. En toen werkte hij niet meer. En toen kon hij ineens nooit meer komen. Allemaal gelul. Dus Guido Weijers is een vuile, smerige oplichter. Toen kwam Guido binnen en zei hij echt zo... wat vonden jullie ervan? Maar dan heb je wel heel veel zelfvertrouwen. Maar dan kun je eigenlijk... Hij verwachtte niet van... of twijfel. Hij verwachtte... Toppie.
En wat zei je? Ja, ik zeg, nou, ik ben niet echt van de cabaretiers. Maar ik heb heerlijk mijn schoonmoeder zitten vingeren. Wat ga je nou op die verjaardag tegen haar zeggen? Dan, als ze daar niet zoveel, niet zoveel. Nee, dat dacht ik al. Misschien jou kennende, ga jij aan haar zitten? Zou me niks verbazen. En als het een lekker wijf is, zou dat heel goed kunnen. Je kunt er drie vingers in kwijt. Ja, jij bent er oh, grapje. Goed, en Yvonne is daar nu mee bezig. En Yvonne komt met een nieuw verhaal. Zij heeft nog niet alles gebracht, want zij wil reactie van Guido. Ja. En, maar die geeft hij niet. Nee, die geeft hij niet. Want zij heeft bijvoorbeeld gehoord dat er een meisje van 13 kan kijken in de zaal. En daarna kreeg zij berichtjes van hem op Facebook. En heeft daarna met haar afgesproken om haar te fotograferen. Nou, en hij wil graag weten wat daar precies de bedoeling van was. Even, jij vertelt het of het een heel normaal verhaal is. Maar het is helemaal niet een normaal verhaal. Er zit een meisje van 13 in zijn zaal. Ja, dat kan toch? Dat kan. En daarna stuurt hij haar Facebook berichtjes. Kan ook. Hoe weet hij nou wie bij hem in de zaal zit? Dat je ziet wie de kaartjes hebben gekocht. En op welke stoel. Dan kun je opvragen bij het theater. Dus hij vraagt... wie zat er op stoel 4, rij 8? Dat is meest aannemelijke. En dan ziet hij een naam. Hmm. En dan gaat hij dat zoeken op Facebook. En dat is dan een meisje van 13. En die stuurt hij dan een DM'tje. Meid, zal ik eens eventjes jou fotograferen in je boterkont? Nee, dat stond er niet bij. Nee, er stond bij fotograferen. Ja, fotograferen? Hij fotografeert graag pubers. Ja, weet ik niet. Die zijn zo in de bloei van hun leven. Dat verandert met de dag met een puber, hè. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, maar... Waarom zou hij dan iemand opzoeken van 13 die bij hem in de zaal zit... om te vragen of hij er kan fotograferen? Dit is al smerig. Oké. Okay. Dit is gewoon toch smerig? Waarom doet hij dat? Dan ben je toch een predator? Nou ja, dan ben je... Waar ben je dan? Een predator. Wat denk jij dat hij wel wou? Ja, sorry hoor, maar waarom ga je als volwassen man een heel jong meisje opzoeken en bericht sturen dat je er wil fotograferen? Dat is de vraag. Dan ben je een viezerik. Dat is de vraag. Ja, wat denk jij wat hij wil dan? Ja, dan wil hij toch aan de shit of in ieder geval de blote kont fotograferen of wat. Dat is toch voor de viezigheid? Waarom doe je dat anders? Nee, maar nu beteg jij hem echt van pedofilie. Ja, dat doe ik 100%. Ja. Ja, dat doe ik 100%. Dat vind ik te ver gaan. Dat vind jij te ver gaan. Jij vindt het normaal om berichten naar meisjes van 13 te sturen. Nee, dit is makkelijk lullen. Nee, maar je kan niet... iemand opzoeken van 13 en zeggen... hoi, met Guido Weijers. Leuk dat je in mijn show zat. Zal ik je fotograferen? Dat is gewoon smerig. Ja, maar je kunt deze... Als je dat bij mijn dochter doet, Guido Weijers... dan staan je ogen in één klap weer recht. Ja, maar voor hetzelfde geld maakt hij hele mooie foto's van haar... en heb je het hele huis ernaar volhangen met prachtige kunst van Guido en Jolie. Jij denkt dat er een of andere onbekende idioot... of in ieder geval een bekende idioot... foto's van mijn minderjarig kind mag gaan maken ergens. Ben je helemaal gek geworden? De kans dat die eindigt in een ondiepe kuil met een schep zoutzuur is moels groter. Dus je hebt je dochter dan door laten fotograferen? Door een of andere volwassen fan die haar benadert via internet. Ja. Ik ga hem op zoek naar hem en ik steek hem in de brand. Ja, want ook Guido Weijers, waar je dan met haar op bezoek bent geweest. Om naar dat voorstel. Om naar die zogenaamde leuke, grappige kutvoorstelling van te kijken. Toch niet om te kijken of je misschien met kind van 13 uitnodigt voor een fotosessie. Ik vind jij vindt is altijd meestal verschrikkelijk, dus dat ga je beter voor. Nee, maar luister eens. Zij is al heel lang bezig met een onderzoek. Zij komt met niks. Werkelijk waar met niks. Wie is zij? Yvonne? Yvonne. En nu vraagt ze aan haar, wanneer kom je met de follow-up van Guido? En dan zegt zei, nou, ik heb bijvoorbeeld een vraag, hè, dat is dan haar follow-up nu. Waarom Guido een meisje van 13 wel fotografeert? En dan zeg jij, ja, dat wou hij omdat hij dingen met haar wou doen. Dat is toch raar? Dat is niet raar. Dus als ik een bericht stuur, stel ik maak ook foto's, want dat doen veel mensen, naar iemand die kijkt van 13, dan doe ik dat omdat ik dat meisje in de kont wil. Als jij in de kont wil neuken? Ja, of aan de kont wil zitten. Als jij, nou, laten we jou niet als voorbeeld nemen. Je bent misschien wel het slechtste voorbeeld in deze, want... We weten hoe het zit. Ja. Ik heb ooit een keer met iemand van 17 ben ik verlof geweest. En sindsdien word ik neergezet. Ja, als iemand die... ik vind 13 ook nog wel iets heel anders dan iemand van 17. Daarbij was ik verloofd. Nou, en wij waren de brief naar de koning was onderweg. Daarbij was ik verloofd. Ja. Dat zeggen ze in Afghanistan ook. Ja, ik ben verloofd met het kind vannacht. Wat doe je nou? Ah, toch. Ja, doe nou, toch alsjeblieft op. Maar waar het over gaat is het volgende. Het is raar als je een klein kind benadert of je het niet mag fotograferen. Pasta die pasta, klaar. Stel, op een dag komt jouw dochter thuis en die komt met prachtige foto's. Ja, kijk eens, mooie zwart achtergrond, mooi belicht. En dan zeg je, nou,
leuk. Hoe kom je daaraan? Nou ja, een man heeft mij benaderd en ik ben eens in voor de studio geweest. Ja, dan rijd ik... voordat er een foto aan de muur hangt, hoor je piepenbandje wegrijden bij mijn huis. Ja, ja. Ja, die rijd ik aan maar mijn op alle foto's heeft ze de kleren aan. In Sim en Margreet, je moet mijn kind niet benaderen als volwassen man. Wat denk jij nou? Dat het normaal is? Dat is misschien normaal in de negorij waar jij vandaan komt. Maar in een normale mensenland is het niet normaal, hoor. Godverdomme. Vies Rick. Ik heb binnenkort foto's voor mijn buddy. Echt? Ja. Maar goed, we zijn van het hoor en wederhoor. Wij gaan bellen met Guido Wijs. Omdat Guido onze beide nummers heeft, bellen wij met de telefoon van OJ. Als iemand die telefoon herkent, dan heeft OJ die toevallig gevonden. Ja. Voor zaken kunt u bellen met Lunch Media BV. Einde bericht. Guido, Dennisje en Jan met Roddelpraat. Wij willen een front vormen voor jou. Want er is een aanval op jou gaande met Yvonne en zo. Allemaal onzin, hè, fotoshoots en zo. Zeg, zouden wij met de kinderen van Jan een keer een leuke fotoshoot kunnen maken? En lossen we alles op, toch Jan? Ik maak je kapot. Ja, ja. Die gaat volgende week niet terugbellen. Nee, die belt volgende week niet terug. Maar goed, en dan gaan we nu naar... Ja, en dan denkt u ineens, hè, dat is toch normaal aan het einde van de uitzending. Ja, maar ik heb hem iets meer naar midden geschoven dit keer, Blokkie. Want anders, ja, dan gaan we niet meer redden. Ja, ik wil geen heel tragisch verhaal halen, maar we hebben u wel nodig. En ja, dan... We hopen toch dat u het onder het oog krijgt. Denkt u, nou, dat wil ik echt allemaal niet zien. Dit is toch gewoon het einde? Moet je iets... Nee, ja, voor ons wel, maar de montage niet. Oh. Dus daarom nu... Het... Reclameblokje. Ja, en dan beginnen we, zoals altijd, bij onszelf. De beelden met Nicole. En de wekelijkse extra uitzending sturen we op naar de donateurs. En die beelden met Nicole, ja, nou, hierachter ziet u een flart ervan. Roddelpraat.backmebetorg. 5 euro per maand om dit prachtige programma mogelijk te maken. En doen we iets terug? Ja, we doen wel een kleine gesture terug. Namelijk hetgeen wat we niet uit kunnen zenden, omdat het hier een beetje te grof is. Want YouTube is heel erg boos op ons. Ja, dat doen we bij elkaar in een balletje. En dan keeperen we zo in je doosje op 18 uur te donderdag. En dat is 6 uur. Dus niet, godverdomme, wat al ingewikkeld. Ja. 6 uur. Oh. En dan gaan we naar jammerdennis.zonenergie.nl. Zonnepanelen, laadpalen en airco's. Vandaag besteld. Maximaal over 3 weken op uw dak. Dat is snel. Op uw plafond. Of op uw oprit. En laten we eerlijk zijn. Jullie kunnen misschien denken. Is dat nou wel zo'n serieus bedrijf? Nou, het gaat als een tierenlier. Want heel veel mensen hebben besteld bij jannedennisonenergie.nl. En die hebben het ook nu al op het dak liggen. En die houden heel veel centjes in hun zak. Want je energiekosten, die sodemieteren naar beneden. Ja, en dan kan je ook zeggen. Leuk voor het klimaat. Het zal ons wel. Het maakt ons niet uit. Het gaat om de poen. Ja, zonnepanelen leveren heel veel geld op. Maar misschien zegt u wel, ik vind dat duur eenmalig zo'n investering. En tuurlijk, dat is ook niet goedkoop. Maar u verdient het snel terug. Maar wij hebben nu een oplossing. Als u zegt, ik heb op dit moment niet de middelen. Komt-ie. Heeft u momenteel niet de financiële ruimte om zonnepanelen aan te schaffen? Dat is bij ons geen probleem. Onze partner helpt u graag bij het realiseren van een verduurzamingsfinanciering. Zo is het. Waardoor u tegen een laag bedrag per maand alsnog kunt genieten van onze prachtige zonnepaneel. Nou, hoe werkt dat nou? U betaalt iedere maand, weet ik veel, 2 tientjes. En dan heeft u de panelen. Dus dan en in die maand bespaart u dat alweer. Hè? Dus u betaalt wel iets. U heeft eigenlijk gewoon iets minder winst. U heeft direct winst, maar iets minder. Want u betaalt terug in plaats van dat u in één keer dat hele bedrag betaalt. En omdat het een verduurzamings... Ja,
zeg maar niet precies, lening is, is de rente ontzettend laag. Want dat wordt door de overheid heel laag gehouden. Kijk nou, dat heb je goed uitgelegd. Ja, dank je zo wel. Heb je mij ooit de BTW uitgelegd. Ja, op dezelfde manier, alsof ik een debieltje ben. Ja, maar in ieder geval dus heb je de poen niet om nu die, niet hele dure, want wij zijn heel erg goedkoop. Maar toch wel kostbare zonnepanelen op het dak te leggen. Dan kan het nu ook met wat Dennis net heeft uitgelegd. En dan roddelpraat.shop. Kijk onze nieuwe zomerkleding. Met een hart logo geborduurd. Ja. Want dat vind ik Omi Anders het mooiste. Ja, daar heb jij druk om gemaakt. Ja, daar heb ik druk om gemaakt. En we hebben nieuwe soorten shirts. We waren altijd Gildan. Het werd dan gezegd als goedkoop gekoopt. We hebben nu betere kwaliteit shirts. Mooie shirts. Komt dat zien. Zwart en wit. En wit en zwart. En ook geschikt voor people of color. We hebben alle kleuren. We hebben alle kleuren. Maar wij alleen wit en zwart hier. Ja. Daar gaan we naar het warmtepompcollectief.nl. Een hybride warmtepomp. Hebt u al in huis hangen? Heeft u al. €3750. Dat is duur. Maar daarvan krijgt u €2400 terug aan subsidie. Dat is dan gelijk weer goedkoop. Dan blijft er over €1350. Ja. Voor een warmtepompsysteem. Dat is niet veel geld. Nee. Ja, en door onze installatieservice is de hybride warmtepomp vaak binnen een dag al geïnstalleerd. En dat is natuurlijk fantastisch aan het warmtepompencollectief.nl. Is dat je denkt van, ja, godverdikke, dat is straks een verbouwing van 3,5 week. One day. Eén dag. Ja. Nou, dat is toch snel. Ga snel naar de warmtepompencollectief.nl en vraag gratis een offerte aan. En je hebt je investering al terug binnen 1 tot max 2 jaar. Ja, en waarom zou je het niet doen? En als je het collectief aanvraagt, bijvoorbeeld met de sportvereniging, de straat of de buurt, scheelt het je nog meer geld. Ja. Zo is dat. Op warmtepompencollectief.nl. En dan onze langste en trouwste en loyaalste sponsor, het Stukadoor Collectief. Ach, wat een fantastisch collectief is dat. Wat doet dat collectief? Dat collectief doet bijna alles. Stukken, laat ik spuiten, aanbouw, verbouw, doorbouw, noem het allemaal maar op. Binnen, buiten, alles doen ze. Want ze kunnen alles, want het zijn absolute wereldtoppers bij Stukadoor Collectief. Punt. En het stuk van wanden van 1950 voor nu maar €15 per vierkante meter. Geen geld. Ga jij niet met die eigenaar binnenkort boordje varen? Heb ik gehoord. Zou kunnen. Het schilderen van de buitengeel van €35 voor nu slechts €30 per vierkante meter. Niet duur. En toen zei hij ook, dan gaan we ook hoeren, snoeren, bier drinken. Ga je dat ook doen met hem? Zeker. Maar dat was niet de bedoeling. Stukken van de buitengevel van €95 voor maar nu €80 per vierkante meter. Nou. Wat ga je dan die avond doen met je vriendin? Die past op de kinderen. Badkamers, complete renovatie vanaf maar €5000. Niet veel. En ze werken door in de bouwvak. Vraag een offerte aan met de actie Roddelpraat. Met de actiecode Roddelpraat. Zo is dat. Want het is een code. Dat is Roddelpraat is de actiecode. Ik zeg, bij stukken door collectief.nl. Ja. Jan Willem de Vlogpolitie. Die ken jij. Ja, dat is een vervelende man. Kijk, je hebt leuke politieagenten en je hebt vervelende politieagenten. En de vervelende politieagenten zijn altijd die mensen die eigenlijk schoolmeester hadden willen worden. En toen dacht ik, ja, dan kan ik niet streng genoeg zijn voor de mensen. Weet je wat? Ik zorg ervoor dat ik een pistool kan dragen en dat ik mensen kan kleineren. En Jan Willem de vlogpolitie is zo'n paardenlul. Ja, heb je een verschrikkelijke vent. Jan Willem, de vlogpolitieman, die had over ons ooit gezegd dat wij verschrikkelijk waren. Ja, dat toch? Deugde hij. Dat programma wij deugde niet. Wij er werd hem niet gevraagd naar YouTube-programma's waar hij absoluut niet naar keek. Dat was het. En roddelpraat, dat deugt niet, mensen kleineren en verschrikkelijk, wat naar en niet leuk. Wij klopten niet, wij deugden niet, wij waren tuigen van de rigel. Ja, en als een politieagent dat zegt, dan komt het toch zwaar aan. Ja, komt het hard aan. Dat ik heb een nacht moeilijk kunnen slapen en Dennis heeft een nacht uit kwaadheid zijn hond Buddy in elkaar geschopt. Houd toch op, schat. Liever toch altijd je hond in elkaar slaan dan je oom. Nee, ja. Ja, no. Ja, toch? Ja. Ja. Oh. Jan Willem, de vlogpolitie, heeft wat verschrikkelijks meegemaakt. Ja. En daar vlogt hij natuurlijk over. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag even een iets andere video dan gebruikelijk. Normaal laat ik natuurlijk heel veel beelden zien van het politiewerk. Nou, hierin probeer ik altijd zo eerlijk, open en transparant mogelijk te zijn om ons werk te laten zien. Maar dan vind ik het ook eerlijk dat op het moment dat het niet zo goed gaat, dat ik daar ook eerlijk en transparant in moet zijn. Het verhaal is namelijk dat ik naar een nachtdienst een snelheidsovertreding heb begaan onderweg naar huis. Op de snelweg heb ik een overtreding begaan van 51 km per uur te hard. Hier is uiteraard mijn rijbewijs ingevorderd. En ik denk dat ik als politieambtenaar als geen ander moet weten dat dit consequenties heeft. Dat het gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is.
deze hele situatie in mijn afgelopen dagen enorm veel stress, spanning en onzekerheid opgeleverd. Oh. Stress, spanning en onzekerheid. Beste Jan-Willem, de paardenpik, politie. Luister even goed, vriend. Jij hebt ons de maat genomen dat wij niet deugen. Maar ik zal je wat vertellen. Ik ben nog nooit aangehouden door de politie op de snelweg dat ik te hard reed. En laat staan dat ik godverdomme 51 kilometer te hard reed. En dat is gecorrigeerd. Dus eigenlijk was het gewoon 56, 57 kilometer per hard. Dan kan je wel zeggen, jij gaat aan nachtdienst. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, hè. Want als ik aangehouden word... Oh, nachtdienst, dan mag je zelfs vaak 120, hè? Nee, 130. Nee, ja, of 100, dat heel ligt vaak per, is het 130. Ligt per weg. Dus dan reed die 170, 180, die gek. Ja, maar luister eens eventjes goed. Zie je het voor je dat ik... Hij zegt dus niet, ja, maar van een nachtdienst. Zie je het voor je dat een collega van jou mij aanhoudt en ik zeg... Ja, nachtdienst. Laat. Nee, maar laat mag toch wel een beetje hard rijden. Ja, ja. Je zit jezelf een beetje in te dekken, ongelooflijk. Een nachtdienst. Maat heeft er veel spanning en stress op geleverd. Dat is toch helemaal niet te geloven? Dat je er ook nog wat slachtoffer uit gaat halen. Ja. Terwijl je, godverdomme, je had een hele gezin kapot kunnen rijden. Ja, half idioot dat je bent met je 50 kilometer te hard. En ik zou je nog sterker wat vertellen. Meneer de vlogpolitie paardenpik. Je hebt een voorbeeldfunctie en die ben je nu kwijt. Nog wat, je bent een politieagent zonder rijbewijs en die is afgepakt. Want als je harder gaat dan 50 km per uur, wordt die afgepakt. Dus je bent nu een zinloze diender. Hè? Dus ik heb een voorstel, ontsla die klootzak. Oh! Ja, als de politie nu ballen heeft en wil laten zien wat wel en niet mag... Ontslaan ze. En ze hebben ook helemaal niks aan. Ja, wat gaat hij doen? Met de fiets achter mensen aan. En het mooie is dat hij ook nog... Hij weet dat hij dus de hele dag vlogt. Hij neemt iedereen de maat. Maar hij doet ook altijd over die vloggers. Oh, belachelijk dat ze met die Porsches en die Lamborghinis over de... Ja, maar dat is dus wat het is, hè. Ja, maar ook zeggen... Ja, nou, we zijn altijd eerlijk en transparant. Dus laat ik nu ook maar eerlijk en transparant zijn. Je bent gewoon gedwongen door je leidinggevende om dit te vertellen. Omdat ze niet wilden dat het via de media uit zou lekken. In mijn geval heeft de politiechef nu een straf opgelegd. Een disciplinaire straf in de vorm van een schriftelijke berisping. Ik kies er nu ook voor om dit met jullie te delen. Oh. Een schriftelijke berisping. Hij heeft dus een brief gekregen van zijn leidinggevende. Foei, mag je niet meer doen. Oké. Als de politie zo werkt... dan wil ik de volgende keer als ik 60 kilometer per uur te hard rijd... ook gewoon een brief waarin staat van dat had je niet moeten doen. Foei. Donder nou toch op. Wat is nou? Zelf de hele mensen bekeuringen uitdelen, straffen, geldboetes opleggen, dingen afpakken, de gevangenis in sodemieteren. En dan, als ze zelf iets verkeerd doen, dan krijgen ze een foeibrief. Ja, een schriftelijke. Een schriftelijke. Oh, ja, ik heb een schriftelijke tik op de bil gekregen. Wat een aap. En dan vertel, ja, weet je wat, wie wel niet deugen. Weet je wat, jij deugt niet. Ongelooflijk hond. Verder mag ik het politiewerk wel blijven doen. Alleen maakt het nu enorm lastig omdat ik geen rijbewijs heb. Yeah. Zoals dienst wat de motor draait zal voorlopig niet gaan. Nee. En moet ik bij collega's als bijrijder instappen. Yeah. Gelukkig hebben we in het verleden wel andere beelden opgenomen. Waar jullie mij nog op de motor... Oh, gelukkig. Oh, nee. Aankomende week. Ah, maar dit kan toch gewoon niet? Wat hij dus nu zegt is van gelukkig heb ik nog beelden van vroeger. Waarop ik mensen bekeur of het rijbewijs uitpak. Die zet ik dan nu maar op YouTube. Ja, maar en hoe geloofwaardig ben je dan nog als je zelf je rijbewijs hebt afgepakt? De man is zelf... Totaal ongeloofwaardig, want ja, dat is hij. Maar de hele hoe de politie hiermee omgaat, is ook totaal ongeloofwaardig. Want als zij hem dus als voorbeeldfunctie willen straffen, moeten ze hem gewoon ontslaan. Ja, en weet je hoeveel mensen... Een schriftelijke brief. En dan mag hij nou naast iemand zitten, minder werk doen, zelfs ontvangen. Weet je hoeveel mensen hun werk verliezen als het rijbewijs wordt afgepakt? Als ze een keer een avondje bij de bol op gaan zitten of te hard rijden, dat ze dan werkgevers... Ja, die werken dan bij een transportservice. Ja. En deze man is een politieagent die de hele dag mensen de maat neemt van, oh ja, maar je mag niet hard rijden, je mag dit niet, je mag zus niet, met zo niet, zo maniertje, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Flikker toch op. Trap die man eruit! Ja. Wat zou tante Sidonia hiervan zeggen, jouw wijkagent? Tante Sidonia, die was met een fruitmandje bij me op bezoek gegaan. Ja. Omdat het toch wel heel vervelend was dat de mediadruk zo was toegenomen. Ja, 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 ja. Die begreep de spanning en de stress. Ja, ja, die begreep de spanning en de stress. En die was niet blij geweest met de collega's die de beste man hadden uitgehouden. Ja, ja. Dat was oncollegiaal. Dat hou je onder de pet. Ik moet wel eerlijk zeggen, het enige wat ik goed vind... Wat normaal is bij de politie, zo al die agenten die dekken elkaar... Of ze nou iemand onterecht klappen geven of wat dan ook. Maar dat wel die agent gewoon heeft doorgevoerd. Want het is natuurlijk een moment geweest dat die Jan-Willem het aangehouden en zei... Ja, moet je luisteren. Ik ben Jan-Willem, de politie.
kindje vochten. We hebben de vlogger online keek elkaar wat dat die agent toch zei. Krijg de kleren, boom. Dus ja. Dat is een goede agent. Dus ook nog een goede agent. Zoals mijn vader ook zegt, je hebt er ook goed in tussenzin. Het gaat normaal niet over agent. Nee. People of color. En dan rest het ons alleen om u nog een mooie, warme, zonnige boodschap mee te geven. Mensen, we zien jullie heel graag bij de extra uitzending. En dan dus ook die speciale beelden van ons met Nicole Kremers. Ze komen in uw mailbox. Ja, precies. Dus steun ons om dit programma, prachtige programma te maken. Dan kunnen wij verder en ja, op vakantie. Geef het eerlijk toe. Maar luister, we kunnen normaal niet op vakantie, want we maken dit elke week. Hè? Ja, er zijn 2 weken per jaar dat wij niet opnemen. Twee weken per jaar dat we niet opnemen? Dat is toch niet te geloven? Ja. En dan ga je op vakantie, dan krijg je nog een boze mail over. Ja, moet je doen op vakantie? 2 weken per jaar, zeg. En terwijl wij op vakantie zijn, sturen we de donateurs van allerlei bijzondere content toe. Ook leuk, toch? Exclusief, ja. Exclusief. Bedankt, we love you. Steun ons. Ja.